De Nationale Assemblée heeft zich gisteren gebogen over de ontwerpwetten Nationaal Woningbouwfonds en Nationaal Garantiefonds Huisvesting. Deze twee wetten moeten, indien ze worden goedgekeurd, de minder draagkrachtigen in de gelegenheid stellen zonder strenge regels van de bank een woning te kunnen kopen. Amzat Abdul, voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, benadrukte dat deze wetten een grote verlichting zullen zijn voor de gemeenschap. Na zijn uiteenzetting vroegen enkele leden om verduidelijking van enkele artikelen die in de initiatiefwetten zijn opgenomen. Ik vind misschien niet terug in de wet als een aanvrager in financiële nood komt vanwege bijvoorbeeld een landbouwer. Welke zijn oogst is mislukt door een of andere omstandigheden en niet kan voldoen aan betalingen meer voor een langere periode. En eventueel iemand die in de kleinmijnbouwsector zit en zijn bedrijf gaat failliet vanwege het feit dat hij niet de opbrengsten in goud heeft gehad welke hij had gehoopt om te voldoen aan betalingen van zijn lening. Ik wil in de eerste plaats het lid ondersteunen. Met betrekking tot het toelaten van iemand van sociale zaken in de Raad van Toezicht. Omdat die enorm veel met het bijltje hakken. Ook zien waar de manco's zijn met betrekking tot het huisvestingsbeleid. Dus het lijkt me dat er zakendeskundigen vanuit die richting zeker ook erbij zouden moeten zijn. Er wordt gezegd dat de kredietnemer, die moet het geleende bedrag terugbetalen. Heeft de spreker of de initiatiefnemers, hebben ze gekeken naar de ervaring van Stichting Volkshuisvesting? Ik dacht dat daar het ook bedoeld was om een soort revolverend karakter te hebben met betrekking tot personen die via Volkshuisvesting aan woningen zouden zijn gekomen. En als dat niet gebeurd is, wat is dan de oorzaak? Omdat we waarschijnlijk duizenden andere woningen hadden kunnen bouwen, als dat dus niet het geval was geweest. En dan ten aanzien van het Nationaal Woningbouwfonds, akkoord met het storten van inkomens, extra inkomens bij het Spaar- en Stabilisatiefonds, zodat je niet te veel plekken hebt waar middelen gestort worden. Assembleelid Ingrid Kartabink is het niet eens met enkele punten die nu zijn opgenomen in de initiatiefwetten. Ze benadrukt dat de regering out of the box moet denken. Woningbouwfonds artikel 4, lid 1 sub 4.1. Voorzitter, als we kijken dat we daar, als we daar lezen, dan zien we dat de staat leningen en schenkingen ook in het fonds zullen doen. En dan vraag ik mij af, we hadden laatst een schenking gehad, een donatie van Republiek China. Zijn die huizen ook al gebouwd? En als ze gebouwd zijn, hoeveel zijn gebouwd? Er vinden aflossingen plaats. Waar worden die aflossingen gestort? Want ik vind, als we nu dit fonds hebben, moeten de aflossingen in dit fonds gestort worden. En daarnaast wil ik ook weten, voorzitter, naar de regering toe. Ik wil een overzicht hebben van alle woningen die met gratis money gebouwd is. En hoeveel het land terugverdiend heeft. Want niemand heeft, of net enkelen hebben een gratis huis gehad, maar de meesten lossen af. In beide wetten komt er ook voor, voorzitter, dat er een bestuur benoemd moet worden door de president. Als wij gaan voor transparantie naar het volk toe, voorzitter, dan stel ik voor dat we voordrachten van het bestuur, de leden, van alle politieke partijen die hier in het parlement, de regering en de politieke partijen hier in het parlement deelnemen. Tot zover assembleelid Ingrid Kartabink gisteren tijdens de openbare commissievergadering in de Nationale Assemblée. Het parlement heeft zich gisteren gebogen over de wetsontwerpen Nationaal Woningbouwfonds en Garantiefonds Huisvesting.